Belanghebbende instanties zijn bezig met een voorstel om aanpassingen te presenteren voor het minimumuurloon voor het jaar 2024. Zei minister Steven McAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken eerder deze week. De bewindsman stelt dat er geen problemen zijn met het minimumuurloon dat onlangs is goedgekeurd. Dat was een beetje met hun werk om een voorstel te doen voor wat betreft aanpassing minimumuurloon in 2024. Ik denk dat u bedoelt dat we per 1 juli gaan naar een minimumuurloon van 35. Ja. Dat is daar sowieso goedgekeurd, dus het moet gewoon uitgevoerd worden door de werkgever. De minister ging ook in op de ontwikkelingen op de Surinaamse arbeidsmarkt en zei dat de olie- en gasconferentie heel erg belangrijk is voor deze branche. Wanneer er ontwikkelingen zullen plaatsvinden in de sector, zal er zeker werkgelegenheid worden gecreëerd voor de Surinamer.